Hey Kelvin, schatje van me. Ja, wat is het, vanavond even lekker. Of nee, wacht. Jij zegt... Mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin en dit is mijn neef, Jill. Hi, ik ben Jill. Roco Gio. En nee, ik was in één keer hier en toen was er ook een jongen uit Zeeland hier en dat is hij. Ja, ik stond echt een uur voor je deur te wachten. Niet, dat is niet waar. Oké, half uur dan. Oké, wel op zich lang. Ik heb fucking vaak een video gemaakt waarin ik paprika at met een witte trui aan. En dat ging eigenlijk, zeg maar, nooit goed. Ja, het gaat goed nu. Nou, pas maar op. Jullie vragen je ongetwijfeld af. Gio en Kevin, hoe hebben jullie elkaar nou ontmoet? Nou, dat is een leuk verhaal. Weet je dat nog? Dat kan jij het beste vertellen. Nee, ik weet het niet meer. Ik heb wel geen idee, man. Nee, ik weet het eigenlijk ook echt niet. Ik weet niet of ik jou überhaupt ooit ontmoet heb. Nee, volgens mij was het gewoon ergens. Zo van, joh. Ja. Nou, in de wandelgangen van het, jullie weten het niet, maar alle YouTubers wonen in één hotel. Daar hebben we elkaar wel gezien, ja. Zeg maar. Gewoon een soort van 's ochtends bij de ontbijt, open vet. Hallo, Jill. Jill. Zou jij ooit wat aan je lichaam doen? Zo van botox of zo? Nee. Mensen zeggen wel van ja, ga eens plastische chirurgie doen met je ogen. Maar waarom dat? Ja, weet ik niet. Ja, ik krijg zo. Ik zei het al. Het gaat al fout. Ik zei het al, het gaat fout. Pas op. Nee, maar omdat ze altijd zeggen ja, je ogen staan te ver aan elkaar en zo, weet je wel. Dus dan zeggen ze dat. Van, ga plastische chirurgie doen. Ik voel nu al medelijden. Want dat hebben ze waarschijnlijk vroeger ook gezegd. Nee, ik ben serieus. Oh. Ik ben serieus van mezelf niet. Dat dit uit elkaar stond totdat ik aan YouTube ging doen. Oh. En iedereen zei het. Ja, dat is echt zo. YouTube is echt cruel. Nee hoor, ik vind dat je prachtig mooie ogen hebt. Het staat alleen een beetje ver. Nee. Ik zou het dus ook niet doen. Ik denk dat vrouwen dat eerder zouden doen. Nu we het toch over vrouwen hebben, Gio. We gaan vandaag over vrouwtjes praten. Vrouwen hebben een bepaalde vorm van communicatie waarin ze soms dingen zeggen en dan iets anders bedoelen. Dus zo van, je vriendin zegt, ik wil eigenlijk niet naar huis, maar dan wil ze wel naar huis. Herkenbaar of niet? Ja, ja. Hoorde ik het op een of andere ja, manier? Ja, echt. Geweldig. Yes, verwoorden met Kelvin en Gietje. Nou, nee, hier zijn vandaag dus Gietje en ik om te praten over vrouwen, hun uitspraken en daarmee dus... Wat ze eigenlijk bedoelen. We hebben het in een spelletjesvorm gedaan. Yo, ik voel me echt dik, oh. Jongen. Kijk! Ja, het is vies. YouTubers van Nederland, mochten jullie ooit met mij een video maken, doe geen wit trui aan of wit shirt. Ik voel me echt dik. Kijk dan hoe dik ik ben. Ik vergelijk met jou. Kijk hoe dikke kop ik heb. Is dit een vrouwenuitspraak van dat ze willen zeggen dat je niet dik bent, zeg maar? Ja. Dat ik nu zeg van ja, je bent niet dik. Dat valt wel mee. Dat moet je zeggen. Oké. Je bent niet dik. Yes! We krijgen elke 10 vrouwenuitspraken. Die moeten we op onze meest vrouwelijke manier tegen elkaar uitspreken. En dan moeten anderen raden wat ze bedoelen. Ik zal beginnen. Vrouwenuitspraak nummer 1. Ik heb geen honger! Dan bedoelen ze wel honger. Oké, dus op het moment dat een vrouw zegt ik heb geen honger. Dan heeft ze wel honger. Of dan is ze gewoon zwaar geïrriteerd van ga eten voor me maken. Is dat echt zo? Nee. Ja, ik weet het antwoord niet. Oh, echt niet? Is dat je antwoord? Ik denk het. Of als je gewoon vraagt van hey, zal ik wat voor je maken? Dan zegt ze ik heb geen honger. En dan ga je dus iets maken. Ja, dat mag. Dat is een beetje onlogisch misschien. Vrouwen zijn überhaupt onlogisch. Sorry, vrouwen van Nederland. Voel je niet aangesproken. Maar is dat je antwoord? Ja. Het betekent, ik heb nu geen honger, maar ik zou geen nee zeggen tegen eten. Zie je? Oftewel, als je het voor haar gaat maken, dan zou ze nee zeggen. Alleen ze is te lui om uit bed te gaan en om het zelf te maken. Ja, oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja. Fucking goed. Ja. Fucking goed gedaan. Ik ben trots op je. Je hebt een daadwerkelijk punt. Yes. 1. Hij is zo'n stalker. Oh, deze weet ik wel. Dit is echt zo van, hij is zo'n stalker. Zo van, oh, hij doet altijd gekke dingen bij me. Wil ik niet, maar toch laat je toe. Oké, ik ga het even goed verwoorden. Hij is zo'n stalker. Betekent, in de mond van een vrouw, ik vind zijn aandacht stiekem leuk, maar ik doe alsof het niet zo is. Ja. Ik ben best gecharmeerd van het feit dat ik een al... Oh, er zit een barstje in je scherm, ik had echt geen moet je even zo doen. Dat ik een al dan niet ongevaarlijke stalker heb. Ja, nou, dat komt er tegen wel op. Ja, jij hebt een punt. Pak een lekker boy. Haha, ja. Ik bedoel, haha, ja. Oh, dit is een sarcastische ja. Hiermee bedoelt ze eigenlijk van... Nee, wacht, hoe ga ik dit zeggen? Nee, het is een sarcastische ja van... Ze bedoelt eigenlijk nee, laat ik het zo zeggen. Haha, ja. Korte uitleg, ze bedoelt nee. Maar bedoelt ze dan haha, nee of gewoon nee? Nee. Gewoon echt nee? Ja. Ja. Ja, zo van, nee, hou maar gewoon je mond. Flikker op. Nee, ja, ah, ja, ja, dat zie je op zich al. Ja, ik wist het. Hoe ga ik verder? Gewoon klikken. Ja, okay. Dit is een telefoon, okay. Gio. Ik ben... dood! Als ik zeg ik ben dood, dan bedoel ik dus dat ik moe ben. Ja, ik ook. Het gaat natuurlijk over een vrouw. Zou ik in eerste instantie zeggen, maar goed. Ik ben moe. Ik wil niks. Het antwoord is... Dat was amuserend. Ik leef echter nog steeds. Huh? Wat? Nou, ik voel hem niet helemaal. Nee, ik ook niet. Maar ik kan hem ook niet goed. Nee, jammer man. We moeten praten. Oh, we moeten praten. Oké, dit kan echt heel erg zijn. Wat gaat er door je heen als dat tegen je zegt? Dan krijg je echt een shock van shit, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik vind het ook echt fucked up. Eigenlijk zou die hele zin afgeschaft moeten worden uit de Nederlandse taal. Ja, nou, dat betekent dus gewoon dat je zelf waarschijnlijk iets slechts hebt gedaan. Ja, of ze wil je een soort van moeilijk gevoel geven, expres. Van, yo, nou oké, ze bedoelt gewoon... Je denkt door, jongen. Ja. Je denkt te ver. Ja, ze bedoelt gewoon, we moeten praten, er is iets aan de hand. Nou, hij is niet helemaal wat jij zei. Nee? Ik moet praten, jij moet luisteren. En dat klopt wel. Ja. Want dan heb je, als je dat zegt, dan heb je iets te vertellen. Dan is het niet zo van, we moeten praten. En dat je dan wacht dat iemand anders dat zegt. Dus ik vind het heel lastig om te brengen, maar je hebt fucking fout! Shit! Oh, fuck Gio, Gietje. Mol. Oh, deze is ook makkelijk. Ah, deze, hier hadden we het zelfs net nog over.
over? Lijk ik dik hierin? Poeh, dit is moeilijk. Ik lijk dik hierin betekent, zeg maar dat ik niet dik ben. Ja, precies. Als je antwoord ja is, ben je een fucking idioot. Zeg maar gewoon dat ik er geweldig uitzie. Oké, het is 2-2. Ja. Ah, ik wist het. Ik haat je. Oké, ik zal even een situatie schetsen. Je bent vergeten om de bril van de wc naar beneden te doen. Dan zegt ze ik haat je. Dit is denk ik gewoon de situatie dat ze niet echt helemaal meent. Maar eigenlijk ook weer wel. Maar dat ze van je houdt, dat ze toch maar zegt ik haat je. Dit is echt een heel slecht voorbeeld. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Nou, is dat het? Ik weet precies wat je zei. Ik hou van je. Ja, zie je. Is dat goed? Zei jij niet. Jawel. Jij zei. En dat is eigenlijk. Dit zijn 4 woorden. Nou, ik had ook letterlijk niet geluisterd naar wat je zei. Oh, ja, ik weet niet eens wat ik zei. Ik weet het niet meer. Dat geeft niet. Uit medelijden geef ik gewoon een punt. Dankjewel, wat lief. Ik voel me echt lelijk vandaag. Ja, valt me mee. Een vrouw bedoelt, als ze dat zegt, bedoelt ze... Wat zei je nou? Ik voel me echt lelijk vandaag. Ja, eigenlijk hetzelfde. Zo van, zeg dat ik mooi ben, zodat ik me beter voel. Ja? Wat dacht je? Zeg me dat ik knap ben. Oh, hij was fucking dichtbij! Zo close. Hij was niet normaal. Ook echt gewoon in hoofdletters, dus je moet schreeuwen tegen haar, zeg maar. Zeg me dat ik knap ben! Ik vond het letterlijk best wel goed. Ja. Ik dacht serieus dat je een grapje maakte aan het begin van, oh, gaat hij nou precies zeggen? Nee, het is echt zo. Nou, ik heb wel degelijk gelijk spel, mijn jongen. Ik heb niks om aan te doen. Ik heb niks. Ja, oh, dat is zeg maar zoiets dat ze dat zegt terwijl de hele kledingkast vol ligt met 100.000 kledingspullen. dat bedoelt ze dan. Mijn kast ligt zo vol met kleren dat ik liever iets nieuws ga kopen in plaats van dat ik die teringzooi moet gaan doorzoeken. Ja, het komt op hetzelfde dat neer. Dat is precies hetzelfde. Het is gewoon al, ja, ik weet niet of het bij jou, of bij Juliette zo is. Juliette. Maar bij Nina is wel degelijk het geval dat ik vaak denk, hey, je hebt een hele kast met dingen. Waarom kan je niks kiezen? Ja, precies. Misschien. Deze weet ik wel hoor. Deze is super herkenbaar. Ja, nee, doe even een voorbeeldje. Dan kan ik even kan ik voelen. Hey Kelvin, schatje van me. Ja, wat is het vanavond even lekker... Of nee, wacht. jij zegt het tegen haar. Ja, oké. Okay. Hey Nina, schatje van me. Ja, lieve Kelvin. Mooiste, knapste Kelvin van de wereld. Wat is het? Zullen we vanavond even lekker uit eten gaan? Misschien. Met andere woorden... Nee! Ja, nee! Nee! Oh ja! Ja. Je boy. Precies nee staat er. Oké, ik ben echt een jongensmeisje. Dat heeft ze nog nooit tegen mij... Oh jawel, heeft ze wel gezegd. Ze heeft een keer gezegd dat zij de man in de relatie is en ik niet. Zo. Ja, die komt wel hard aan. Ja. Dus... Oké, wacht. Schets een situatie ook voor mij. Oké. Laten we dit... Dit zijn de laatste 2, oké? Ja. Ik ga even een situatie bedenken. Jij wil naar de sauna. En dan zegt zij... Nee. Vraag jij waarom niet? Ja, ik ben echt een jongensmeisje. Ik snap ook niet wat ik nu zeg. Huh? Wacht, ik heb nog één. Huh? Ik heb nog één. Je kijkt naar Say Yes to the Dress. En zij zegt, mag je ergens anders op? En iemand in de kamer vraagt, waarom? Waarom wil je dat niet kijken? En dan zegt zij, ja, ik ben echt een jongen. Ik weet hem. Dit is zo, als een meisje zegt dat ze iets doet, bijvoorbeeld wat alle meisjes wel leuk vinden, maar wat zij dan niet leuk vindt. Ja, maar hoe ga ik dat uitleggen? Ja. Hoe zeg ik dit in een vrouwelijke taal? Overal heel vaag over doen. Nou ja, ze bedoelt gewoon, yo, ik ben eigenlijk gewoon een meisje. Ja, shit, het is zo moeilijk, hoe moet ik het uitleggen? Ik heb het altijd ook gelezen, je gaat het nooit goed hebben. Echt niet? Oké, nou dan geef ik het gewoon nu al gewoon per direct op. Nou, ik doe één poging. Ze bedoelt gewoon dat ze eigenlijk wel een meisje is, maar dat... Laat maar. Oké, nee. Hij is, het is niet goed. Hij is echt fucking grappig. Is deze gemeen gewoon? Ja, hij is best gemeen. Oké, goed. Ik probeer mijn mannelijk gedrag te laten compenseren voor mijn lelijke gezicht. Wat? Nee, die had ik ook echt nooit geraden. Ah, hij is best wel gemeen. Als een meisje lelijk ze is... Ze heeft het wel eens tegen me gezegd, zoiets. Maar dan denk ik niet dat ze dat bedoelt. Nee. Sorry, spijt me. Weet je wat me niet spijt? Dat dit mijn kans is... Om te winnen! Om de strijd te winnen. Okay. Motherfuckers! Oh, deze is makkelijk, denk ik. Als dit is wat ik denk dat het is. Hut me, boy! Leuk je te ontmoeten. Ik ga gewoon alles doorlezen, ik wil het weten. Oké. Ga je deze winnen of niet? Yo, jij bent nou in één keer vet blij, dus hij is sowieso moeilijk of zo. Nee. Leuk je te ontmoeten. What the fuck? Ik probeer even een situatie, zo van yo. Oké. Hey, what's up? Ik ben Kelvin. Leuk het, ik ben Lisette. Leuk te ontmoeten. Ja, dankjewel. Ik moet eerlijk zeggen, om hem te geven, ik had hem anders gedacht dan dat hij was. Je kan hem ook op 2 manieren bekijken eigenlijk. Oké, ja, ik weet het. Als een vrouw dit zegt tegen een andere vrouw... Ik kijk eens naar je hoofd. Je zit naar mijn hoofd te kijken of ik... Oh, ja, oké. Nee, ik denk dat ze bedoelt... Yo, wie ben jij? Wat doe je hier? Zo van, leuk het ontmoeten. Met andere woorden, wat doe je hier? Blijf uit de buurt van mijn vriendje. Is dat je definitieve antwoord? Dat is mijn definitieve antwoord. Zal ik het antwoord voorlezen? Oké, ik moet je code weer doen. Wat een vrouw bedoelt, als ze zegt leuk je te ontmoeten... Is het? Wil je nu beginnen met het plannen van onze bruiloft of wil je wachten tot na de lunch? Ja.
ja, fuck. Maar ik dacht serieus, de manier hoe jij dacht, dacht ik ook van, ja, dat is super sarcastisch bedoeld van, oké, rot nou maar weer op, want je moet niet in mijn buurt komen. Ja, nee, maar dit zegt wel iets over hoe wij vrouwen... Ja, is best nee, ik dacht dat ook. Ik dacht niet, dit wist ik niet. Nou, ik vind toch dat je het goed hebt gedaan. Ja, ik ga die hand gewoon niet, ik ga je hand gewoon niet meer aan, want ik weet dat je me flasht. Nee, ja, ik vind dat de kijkers mogen bepalen wie van ons het beste heeft gedaan. Dat is, uiteindelijk is dat altijd wat een YouTuber doet als het gelijkspel is. Gio, mag ik je hartelijk bedanken dat je hier was. Ik vond het één groot feest. Oké, fijn. Gio heeft ook een YouTube kanaal. Echt? Ja, echt. Het heet Gio. Ja? Gietje. YouTube komt steeds Gietje en daar maakt hij film. Bedankt voor het kijken, mensen. Ik hou van jullie allemaal. Eet zoveel mogelijk paprika's. En wees blij. Bedankt.